allemaal, ik ben Kefteling en vanaf vandaag neem ik jullie mee naar een nieuwe serie Keftelings herinneringen. En we gaan deze serie opnemen met fans van de Efteling. Dus ik hoop dat je mee wilt doen en stuur een berichtje achter via Instagram Kefteling. En dan neem ik jullie mee naar mijn mooiste herinnering, mijn leukste herinnering, mijn engste herinnering en mijn tofste herinnering aan dit prachtige park van de Efteling. Ik wens jullie veel kijkplezier met kijken en toi toi toi! Ja, ik neem jullie nu mee naar een van mijn grappigste herinneringen die ik in dit park heb meegemaakt. Ja, het is nog niet zo heel lang geleden. Haha, ja, het is gebeurd op het Houtenplein in het Sprookjebos. Ja, het is een hele blunder geweest. Ik had het niet verwacht dat dit mij zou overkomen eigenlijk. Haha, jullie zullen nu zien waarom en ja, horen hoe het is gebeurd. Veel plezier allemaal. Nou, mijn grappigste herinnering is gebeurd hier op het Houtenplein bij de Kikkerfontein, bij de Kikkerkoning. Ik was met mijn vriendin Amber hier aan het filmen en fotograferen. En toen deed ik zo met mijn selfie stick en mijn telefoon, die viel pons in het water. Dus had ik al een grote domper bij. Dat vond ik wel heel erg jammer, want ik was niet alleen mijn foto's kwijt, maar mijn telefoon deed het ook niet meer. Dus ik en Amber die gingen heel de Efteling door op zoek naar rijst. Maar bij de Toko Progodo hadden ze geen rijst voor mij. Dus ik moest het doen met een telefoon met water. Dus dat is wel een van mijn grappigste herinneringen aan de Efteling. We gaan nu naar een van mijn engste herinneringen aan het park. De Vogelrok, de vlucht van je leven. We zijn nu bij de Vogelrok aangekomen. Dat is mijn engste herinnering aan de Efteling. Ik weet nog wel dat ik hier voor het eerst mee ging met mijn zusje. En dat vond ik doodeng. Ik vergeet het nooit meer. Ik zat met haar in het karretje. En ik ben er nooit zo bang geweest als in Vogelrok. Ik ben blij dat ik nou in de achtbanen durf. Dankzij Sylvana, dankzij mijn familie een beetje. Dus daar ben ik dankbaar voor dat ik de achtbanen toch heb mogen doen in de Efteling. En nog steeds een liefhebber ben van rollercoasters over de hele wereld. En ik ga er zeker nog meer doen in de wereld. Dus bedankt Vogelrok. Ja, we lopen nu naar een richting waar een van mijn favoriete achtbanen staat van de Efteling. Tegenwoordig. Want eerst vond ik het doodeng om in de ballon te gaan. Als de herinnering is... ik ben hier in 2018 voor het eerst ingegaan, omdat ik eerst niet wou of niet ging. Ik durfde niet. Hetzelfde geldt als bij Joris en Draak, durfde ik ook nooit eerst in. En dat is sinds een paar jaar geleden veranderd. Ik ben met mijn neef toen naar Europa Park geweest met mijn zusje. En daar heb ik een houten achtbaan gedaan die Wozan heette. En hij zei dat hij 100 km per uur ging. En toen we erin gingen, stond er 9 erop. Ik zei tegen hem, hij ging 100 toch? Dus vandaar dat ik zei, nou dan kan ik in de Baron ook wel. Dus dat heb ik geweten ook. Dus de eerste volgende keer toen wij hier kwamen. Dus nou 4 jaar geleden. Ben ik de Baron ingegaan mee. En ik vond het eerst wel een beetje spannend. Maar toen ik daarheen, toen dacht ik van, nou. Het is wel echt een mooi moment om dit zo mee te maken. Ja, dus ik ben echt trots dat ik in de Baron zat. Echt, het is echt een waardevolle gouden herinnering. Dus als je nog niet in de Baron bent geweest, jongens en meisjes, dames en heren, ga er vooral in, want het is echt een top achtbaan.
lopen naar een van mijn mooiste herinneringen die ik heb aan de Efteling. Het is misschien een beetje raar, maar ik vind dit een van de mooiste plekjes in de Efteling, waaronder het paleis Symbolica staat. Ja, dat is een van mijn favoriete attracties in de Efteling. Maar ook dit plein heeft een speciale sfeer voor mij. Een speciale herinnering die ik iedereen wil meegeven aan de kijkers en aan de gasten van het park. Iedereen die hier komt, is vrolijk en blij. En daar hou ik van, om iedereen zo vrolijk en blij te zien in de Efteling. Mijn mooiste herinnering in de Efteling, dat is hier op de Paluspromenade. Ja, ik vind dat gewoon heel mooi hier. Elke mens die hier komt, elk kind die hier komt, die geeft plezier, komt hier met een lach, lopen, spelen, vreugdevol. Ja, dat vind ik gewoon het mooiste van heel dit plein, heel de Paluspromenade. Gewoon prachtig. Ja, dat is mijn mooiste herinnering aan de Efteling. Gewoon iedereen met een lach zien in binnenkomen. En dat vind ik het mooiste. Dat jullie dit een leuke serie vinden. En vooral ook willen meedoen met Keftelings herinneringen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En duim, like, abonneer. En natuurlijk als je mee wilt doen, stuur mij een bericht via Instagram. En ik zie jullie gauw in de wereld verwonderen. De Efteling. Houden we allemaal.